Hallo allemaal, welkom bij TCG and Toys. We gaan weer verder met onze mooie tin opening van Shining Fates. We hebben hele goede poes eruit, volgens mij. Hopelijk hele goede poes eruit te hebben. Hier is een schatje dan. Oh nee. Kijk, hierboven zit een teststrip. Het is dan makkelijk om het los te maken. Deze ook. Met de mooie promo van Cremorant. Ik laat hem nog wel even lekker in de verpakking, want het is makkelijker. Je scheelt dat stof en zo. Altijd als ik iets opent en twee openmaak, want dan heb je meer kansen om wat eruit te krijgen. Want soms in eentje heb je nooit genoeg aan. Dat is wel heel mooi. Laten we beginnen open met Charizard. Ja, doen we het maar zo. Boom. 10 pakjes. We gaan beginnen met pakje nummer 1. Rusted Sword, Rotom, Chito, Jemna, een Eevee, Mopeko, een Cosplay, Tintao en een Zelda. Even zo neerleggen, zo ik weet dat dat de eerste tin is of de tweede en die andere de tweede tin. Zo ik weet wat ik ongeveer uit heb gehaald uit een tin. Wat is dat soort? Bougai, Twacky, Cosefleur, Snom, Quapinch, Nickit, Buizel, een Rowlet en een Manaphy. Een Gym Train, Twacky, Floatzel, Yemma, Eevee, Mopeko, Shinx, de Pinch, Uwi, een Gyogre en een Tevil. Dit is zo'n amazing rare, is echt zo veel geld waard. Maar schiet niet aardig op deze. Luxio, Pakkie, Horsie, Kufant, Chuttle, Jemma, Cosifleur en een Boss Order. Ja. Laatste pakje van deze tin. Je ziet maar, in één keer kan je heel veel krijgen en soms dan gewoon naast niks. Team Tower, Photon, Luxio, Kufant, Cosifleur, Snom, Koffing, Kerknia en een Dreadnought. Kijk, uit de eerste hebben we gewoon hartstikke niks gehad behalve die. Dan gaan we de tweede tin doen, hè. Rotom, Cremorant, Yell, Kufant, Eevee, Buizel, Yemma, Trapinch, een Holo. Oeh, kijk, de Sedowai. Holo. Eldegoss, Gym Trainer, Sphinx, Nickit, Rowlet, Trapinch, Koffing, en de Cedre Reverse en een Volcanion. 3 nog te gaan.
na zo'n hele goede een keer geopend te hebben, krijg je gewoon nou heel erg niks. Gemma, Luxray, en een Celebi. Nog twee dan. Camont, Bogai, Bartrex, Chupto, Eevee, Horsey, Keknia, cool. Onze eerste shiny en een Professor Wishet. En nou in de laatste pakje te gaan. Deze twee tins is echt nou een flop geworden. Een flop. Dan zijn we nu een de Rainbow Charizard V-Max Shining uithalen. Nee, wel de Amazing Reshiram M. Maar daar houden we het ook mee op. Dus deze tint is echt een flop. Dit is wel oké, maar je krijgt er geen geld voor terug. Als je zo eentje hebt, dan heb je het nog niet uit. Dus jammer. Maar sommige kan je ook niks voor krijgen. Dus we gaan misschien de volgende keer meer geluk hebben. Wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal. En hopelijk hebben we de volgende keer wel meer geluk. Tot dan. Bye bye. Doei.